lopen. Ja, ik ben me bewust van het feit dat de klanttevredenheid heel erg laag is. Maar wat ik er eigenlijk precies aan moet doen... Afspraak is afspraak met het team en met de afdeling. Leuk. Dat doen we samen. Oké. Okay. Nou, geweldig. Maar dan wil ik wel terugkoppeling over de voortgang. Elk team doorloopt diverse stadia van teamontwikkeling. De DVD Team in Beeld laat zien hoe dit ontwikkelingsproces verloopt. Elk stadium stelt nieuwe eisen aan de manager en aan de teamleden. Een coach kan een team hierbij ondersteunen. En de vraag is, wat zouden jullie nu anders kunnen doen, zodat je laat zien dat je met elkaar kunt samenwerken? In de DVD Team in Beeld staat de afdeling marketing en verkoop van de fictieve organisatie Wink centraal. Goedemorgen, Winks Duurzame Energie. Waar kan ik u helpen? De medewerkers van deze organisatie nemen u mee in de verschillende stadia van teamontwikkeling. Zo krijgt u inzicht in de fase die elk team doorloopt. Team in Beeld geeft managers en professionals handvatten om de resultaatgerichtheid van teams te vergroten. Er zijn 4 succesfactoren. De meetlat is de vertaling van de visie van de organisatie in concrete doelen en daarbij behorend gedrag. Maar wat betekent de visie voor jullie? Waar staat die voor? Voor mij betekent het persoonlijk dat ik heel veel met mijn klant bezig ben. Eigenaarschap is de mate waarin teamleden zich de visie gezamenlijk hebben eigen gemaakt en zich met elkaar verantwoordelijk maken voor de doelen. En de vraag is, wie is er eigenaar van te lage klanttevredenheid, te hoog ziekteverzuim en dalende omzet? Hans is de eigenaar. Hij wordt daarvoor ook betaald. De metafoor van de ijsberg geeft inzicht in de belemmerende opvattingen waardoor het gedrag wordt beïnvloed. Ja, ik wil gewoon niet altijd de zeikerd zijn. Ja, en zo hebben jullie elk waarschijnlijk je eigen opvattingen over elkaar aanspreken en aangesproken worden. En als je de regel deelt, als ik mijn mond open doe, dan ben ik een zeikert. Ja, dan snap ik ook dat je elkaar niet gaat aanspreken. Uit de hier en nu krijg je een beeld hoe de interactie in het team verloopt en in welke fase van ontwikkeling het team is. Ik snap dat jullie instemmend knikken, maar de deze hier echt net een andere hier en nu voor. Carmen komt te laat. Als het aan de orde is, spreken jullie haar daar niet op aan. Deze 4 succesfactoren zijn de leidraad voor managers en professionals die met hun medewerkers samen de uitdaging hebben zich als team verder te ontwikkelen. Met Team in Beeld kunt u aan de slag met de ontwikkeling van uw resultaatgerichte team. Team in Beeld bestellen? Ga naar www.teaminbeeld.nl.